Ik moet jullie vandaag een aantal, of ik wou jullie vandaag wat filmpjes laten zien die wij gemaakt hebben in het kader van een project waar MediaWijs bij mij voor gekomen is. En dan moet ik mezelf misschien eerst even kort toelichten. Mijn naam is Davy Nijs. Ik ben, of een aantal onder jullie kennen mij misschien al wel vanuit mijn werk rond e-inclusie, digitale inclusie, MediaWijsheid, online hulpverlening binnen UC Leuven-Limburg. Daarnaast ben ik ook zelfstandige. Het is in dat kader dat dit project een stukje uitgevoerd is. Op een bepaald moment kwam de vraag vanuit MediaWijs om te kijken of we een aantal inspirerende praktijken konden verzamelen waar rond e-inclusie gewerkt wordt bij kwetsbare jongeren. En we hebben daar een beetje een ambitieus project van gemaakt. Dat zal ik dadelijk even toelichten. Maar de output daarvan zou moeten zijn dat we bijna 20 beelden of 20 verhalen hebben gekregen van e-inclusie activiteiten bij kwetsbare jongeren. Misschien één belangrijke opmerking is dat dit wel geen coronaproject was. Het is niet alleen dat we praktijken zijn gaan zoeken of voorbeelden zijn gaan zoeken die alleen corona gerelateerd waren. Dat is het zeker niet. Er zitten ook een aantal voorbeelden in die dat uiteraard wel zijn. Misschien eventjes toelichten rond de vraag, heb ik al gezegd, hoe hebben we e-inclusie opgevat of hoe heb ik e-inclusie opgevat? De traditionele indeling, we zijn op zoek gegaan naar initiatieven of praktijken die ofwel inzetten op ongelijke toegang, ofwel inzetten op ongelijkheid op vlak van digitale vaardigheden, competenties, ofwel praktijken die op vlak van het toegang verlenen of het ondersteunen van het toegang geven tot essentiële diensten bij deze doelgroep zijn gaan ondersteunen. En de doelgroep zijn kwetsbare kinderen en jongeren. Ook dat is uiteraard een hele moeilijke om te omschrijven. We hebben dat in die manier opgevat dat we op zoek gegaan zijn naar praktijken die gaan over kinderen en jongeren of die zich richten op kinderen en jongeren in armoedesituatie, in kansarmoedesituaties. Of kinderen en jongeren die in een kwetsbare thuissituatie leven of die in een traject van hulpverlening of ondersteuning zitten, misschien eventueel zelfs binnen de jeugddelinquentie. En zo zit er dus een casus bij die ik niet vandaag heb, maar die er wel aan zit te komen, waar dat we ook daar geïnventariseerd hebben, van wat gebeurt er daar rond e-inclusieactiviteiten. Of kinderen en jongeren die in een andere precaire verblijfssituatie zitten, of ook zelfs kinderen met een moeilijk schooltraject. Dus er zit zeker ook wat bijvoorbeeld een ook aan school bij, die ook hun praktijk met ons hebben gedeeld. Ik heb twee woorden door elkaar gebruikt en daar wou ik ook nog iets over zeggen. Praktijk en initiatief. Uiteraard, als je start met het zoeken naar waar wordt er gewerkt rond e-inclusie, dan ga je op zoek naar organisaties die dat doen. En dat zijn eigenlijk dan de initiatieven of de organisaties in het algemeen. Maar we hebben geprobeerd om, het is niet bij alle praktijken of bij alle voorbeelden, maar we hebben geprobeerd om vooral in te zoomen op de praktijken. En dus het kan perfect zijn dat een organisatie rond een bepaald topic bezig is, maar we zijn eigenlijk gaan zoeken naar een specifieke activiteit of een specifieke praktijk dat zij op dit moment uitvoeren. En wij hebben eigenlijk die willen in beeld brengen of dat verhaal willen vertellen. Dus niet, het zijn geen 20 promofilmpjes geworden van organisaties, maar het zouden eigenlijk 20 teasende filmpjes moeten zijn waar praktijken van die organisaties een stuk worden voorgesteld. De praktijken zelf hebben daar geen waardeoordeel op gemaakt. We hebben vooral gezocht naar een grote diversiteit, naar praktijken die vernieuwend zijn, naar die binnen de eigen context succesvol leken of bleken te zijn, waar er toch wel een methodiek in, of een zekere methodiek in zat, zodat dat als voorbeeld kan dienen voor andere organisaties. En zodat zij op die manier een stukje overdraagbaar of duurzaam kunnen zijn. Uiteraard dat zij een stuk, al is het beleefde of gemeten, maar meestal is het gewoon beleefde meerwaarde van e-inclusie voor een doelgroep realiseren. En uiteraard de laatste, dat ze passen binnen de gangbare praktijken of de gangbare ontwikkelingen in de
specifieke sector waar ze zich bevinden. Het gaat dus niet alleen over de jeugdhulp, maar het gaat ook over de jeugdhulp, naar het jeugdwerk bijvoorbeeld zelf, of het welzijnswerk in het algemeen. Dus het is eigenlijk een vrij groot, onderwijs zit erin, een vrij groot spectrum. Dus we hebben eigenlijk die 6 kenmerken in een eerste inventarisoefening gebruikt om praktijken op te lijsten. En dan is eigenlijk, en ik wou daarmee starten, eigenlijk het ambitieuze werk begonnen van hoe gaan we dan die praktijken overtuigen om digitale verhalen op zeer korte tijd te starten. Want ik zelf ben ergens, denk ik, midden oktober gestart. We zijn nu begin december en de eerste 5 of 6 filmpjes zijn vandaag te tonen. En de volgende staan er eigenlijk tussen dit en een week helemaal kant en klaar. Dus dat betekent dat er op zeer snelle tijd een aantal processen gelopen zijn. Er is op zeer snelle tijd praktijken gezocht, gemotiveerd om hun verhaal te vertellen. Daar zit ook een technische en een inhoudelijk stuk aan. En we hebben gevraagd om verhalen te vertellen. Die verhalen moeten geschreven worden. Die verhalen moeten geredigeerd worden. Die verhalen zijn ook uiteindelijk ingesproken door een stem, door een professionele stem, om op die manier de kwaliteit van het materiaal nog te verhogen. Er is wel ondersteuning geboden, en dan kom ik even, ik heb dat uiteraard niet alleen gedaan, er is ondersteuning gekomen door Link in de Kabel, met hun expertise rond digital storytelling, met kwetsbare groepen die ze specifiek hier hebben kunnen inzetten. Zij hebben geholpen met hoe maak je een storyboard, zij hebben informatie aan de organisaties of de praktijken bezorgd over op welke manier kan je aan digital storytelling doen. In het kader, ze hadden de expertise onder andere in het kader van Story of My Life. Zij hebben ook de mogelijkheid geboden. Ik heb begrepen dat dat niet heel hard nodig was. Organisaties konden ook een soort gesprek of afspraak, online afspraak met Kinderkabel maken om op die manier online ook ondersteund te worden. En dan tenslotte is er nog een derde partner mee in dit project betrokken. Dat is Victoria.be. Dat is een creatieve design studio uit Leuven, die naast web en print ook movies doet. En het is eigenlijk voor die movies dat ik hen heb aangesproken. En zij doen eigenlijk het upgraden van het materiaal, zou ik maar zeggen, van het materiaal dat aangeleverd wordt. Vaak is dat bewegend materiaal, stilstaand materiaal. En daar worden door Victoria eigenlijk de filmpjes van gemaakt. Pieter zit hier ergens ook en hij zal nu knikken met de boot. Ik lieg niet als ik zeg van dat soms toch nog wel wat knip en plak en vlieg en stuntwerk was om filmpjes van 2 minuten, 3 minuten klaar te krijgen die ook flitsend, dynamisch genoeg zijn en die eigenlijk wat teasend kunnen zijn om de boodschap ook wat over te brengen. Dus vandaag ga ik... Verder ga ik eigenlijk niet veel meer vertellen, behalve dat er 5 filmpjes klaar zijn en dat ik jullie 5 filmpjes zal tonen onmiddellijk. Daarnaast staan de volgende dus al klaar, zijn de stemmen ingesproken en zal dus volgende week de laatste eigenlijk opgeleverd worden. Het zijn uiteindelijk 17 praktijken en 17 organisaties geworden die we zover gekregen hebben. Ik zal misschien de organisaties eventjes vermelden. Max VZW, Blenders, Link in de Kabel, die hebben er 2 en die zullen zelfs ook alle 2 getoond worden. De Zande, een gemeenschapsinstelling binnen Opgroeien, hebben hun praktijk gedeeld. Digitaal Talent Ad Gent gaat hun digikriebels in beeld brengen. Mijn eigen hogeschool UC Leuven-Limburg zal het Tablets for Specials project demonstreren. Why Not zal ik ook vandaag tonen. Connect hebben een breakout project en binnen breakout hebben ze ook digitaal aan de slag gegaan en dat kan ik ook vandaag al tonen. Dan heb je nog CAW Noordwest Vlaanderen, die de jongerenwerking van het salon. Zij zijn onder andere, het is maar een deeltje, maar tijdens de lockdown bijvoorbeeld met een PlayStation aan de slag gegaan om op die manier te communiceren en contact te leggen met jongeren. Dat vonden we een praktijk die hier ook wel een stukje binnen paste. Buurtwerk Het Lampeke uit Leuven gaat nu met hun kinderwerking en wat zij vanuit die kinderwerking op inclusie gedaan hebben voorstellen. Het Centrum voor Basiseducatie Kempen heeft hun praktijk rond Mama Leert in beeld gebracht.
De school, secundaire school in Haasrode heeft hun verhaal met de OCAM-klas en hoe dan men daar digitaal of inclusiegewijs aan de slag gaat in beeld. Gamewise.be, het vroegere EW32, heeft een project of een spel, Mindfit. Het was een urban game en ze hebben dat gedigitaliseerd. En daar kan ik zelfs de niet afgewerkte versie van het filmpje tonen. Daar moet nog van alles mee gebeuren, maar ik wou toch ook, of we hebben ook wel afgesproken dat we het toch ook al tonen, omdat we denken dat dit ook nog naar de toekomst toe, of de nabije toekomst, voor een aantal mensen gebruiksklaar kan zijn om met jongeren mee aan de slag te gaan. Quindo is ook een multimediaal project, zal zich ook, die vooral met onder andere radio werkt, zal zich ook voorstellen. De mensen van Yes hebben een project Digitize Me, dat wordt voorgesteld. En iDrops zal hun verhaal vertellen van Studio Digital. Maar goed, ik ga aan de slag. We hebben nog drie kwartier tijd. En wat ik wil doen is 5 filmpjes of misschien 6 filmpjes tonen. Ze duren maximum, de langste duurt 3 minuten, de andere zijn ongeveer allemaal afgetopt op 2. Ik ga ze in YouTube zelfs aan jullie tonen. Dat geeft blijkbaar de beste kwaliteit. Ik wil daar nadien met jullie even over reflecteren. En ja, dat kan alle kanten uitgaan, dus dat ga ik ook aan jullie overlaten. Je mag dat via de chat doen, je mag het ook zeker mondeling toelichten, dan kan je de camera opzetten. Vragen waar wij nu wat vragen rond hebben, is van enerzijds van hoe komen die filmpjes over uiteraard. Het is echt vers van de pers, ze zijn echt nog heel warm. Hoe komt dat over? Is dat iets zeggend? Zegt dat iets voor jullie? Kan dat inspirerend zijn voor het werkveld? Dat is zo vraagje 1. Nadien gaan we de films ook verzamelen op een webpagina uiteraard en komt er veel meer informatie bij. Zeg maar iets partners, maar ook extra achtergrondinformatie, linken naar websites en andere zaken. Daar had ik de vraag van wat zou volgens jullie bij dit materiaal ook nog passen? Hè? Wat zou in die kantlijn daar nog bij moeten vermeld worden? Los van de website bijvoorbeeld of een contactpersoon. Maar ook zo van, wat moet daar nog bij? Wat moet je meer weten? Of zelfs eventueel van, hoe kan dat linken met projecten die je misschien zelf kent, praktijken die je misschien zelf kent, waar er een overlap is, waar dat er misschien nog verdere inspiratie gevonden kan worden, iets vergelijkbaar en waardoor dat we, of waarnaar we op dat moment door kunnen verwijzen. Er is ook, en die heb ik hier voor mij liggen, we hebben ook de praktijken gevraagd om een uitgebreidere identificatiefiche klaar te maken, maar we wouden het iets ambitieuzer, dus we waren niet tevreden met de fiches aan zich, maar dus we hebben hen dus uitgedaagd om ook digitaal of via movie aan de slag te gaan. Moest er nadien, of na het kijken van de film, daar iets over te vragen vallen of meer informatie? Ik heb die fiches hier liggen, dus ik kan daar snel in gaan snuisteren wat dat zij daar hebben opgegeven. Hè. De vragen die we gesteld hebben, die zouden normaal ook in de film moeten zitten. En wat is de aanleiding geweest? Hoe heb je het aangepakt? Waar zitten de valkuilen? Wat zijn de sterke punten? Wat heeft gewerkt? En welke tips zou je eventueel meegeven aan andere organisaties? Zo. Ik heb natuurlijk geen interactie met jullie. Kan iemand zeggen dat dit overgekomen is en dat ik eigenlijk aan de filmpjes kan beginnen? Dan kijk ik even in de chat als iemand mij dat kan bevestigen. Voilà. Eens kijken hoe mijn volgorde was. Het eerste wat ik jullie ga tonen is het filmpje van DigiKriebels. Dat is Digitaal Talent at Gent. Alsjeblieft.
Ziezo, dat was de eerste. Ik zie ondertussen dat we met 9 in de sessie zijn. Dus wat mij betreft, jullie mogen ook je video opzetten om eens feedback te geven op dit eerste materiaal. Is er iemand die iets wil toevoegen of een idee heeft van of een koppeling of een vergelijkbaar project kent? Het is toch niet omdat ik niemand hoor, hè? Want ofwel, er is toch niets met mijn micro. Angie, ik zie dat jij vlot reageert. Het is iedereen hoort mij, het is gewoon omdat er niemand feedback geeft. Dag Davy, hoor je mij? Right. Jawel, ik hoor jou. Ik vroeg mij af, misschien heb ik het gemist dan heel aan het begin, maar die digi-kribbels, is het... vooral bedoeld voor kinderen uit migrantengezinnen? Ik ben uiteraard geen expert ter zake, hè, maar als ik het in hun overzichtje bekijk, dan is het ze zitten in Gent voornamelijk bezig, hè, en is het niet noodzakelijk, hè, je moet geen migrant zijn om deel te nemen, maar is dat wel het publiek dat ze heel veel bereiken? En waardoor dat ze bijvoorbeeld ook duidelijk aangeven van een van de zaken, als je dit lokaal wil inzetten, en ik denk zeker in de situatie van een grootstad, dat je bijvoorbeeld een van de dingen waar je moet aan denken is naast materiaal, dat je ook tolken voorziet. Omdat zeker in zo een aantal dingen aanleren, het snappen, en om dat op tempo te kunnen doen, op het tempo van die mensen zelf te kunnen doen, dat het aanspreken in de eigen taal wel een stukje maatwerk verwacht. Ja, oké, goed. Nu, het is een project uit Gent, hè? Heb ik begrepen? Ja, van Digipolis. Van Digipolis. Ja, dus ik werk bij VDAB in Hasselt en ik heb anderstaligen als doelgroep. Zou een leuke tool zijn om aan een aantal mensen te kunnen aanbieden in het kader van... met hun kinderen dingen te kunnen doen, maar ja, ik denk niet dat het in Hasselt dan mogelijk is om daar gebruik van te maken. Je zou de methodiek eens kunnen opvragen aan Willem. Ja. En eens kijken van hoe dat jullie dat eventueel kunnen integreren. Oké, goed, bedankt. Oké. Is er nog iemand die over dit fragment iets zou zeggen? Dan ga ik het volgende erbij halen. Hè. Het volgende is Why Not? Bij mij goed gekend, maar ik weet niet of dat bij jullie zo gekend is.
Ik kwam bij Why Not misschien nog een paar dingetjes aanvullen. Is in de eerste plaats gericht op mensen met een verstandelijke beperking, hè, maar ik hoorde ook van de mensen erachter dat ook heel veel kinderen en jongeren met ASS gebruik maken van Why Not. Maar ook mensen met een meer problemen met taal, hè, ook aan leerlingen, jongeren uit basiseducatie, dat zij ook al ondertussen hun weg naar Why Not gevonden hebben. Wij zijn zelf, ik zeg het, het is de eerste keer dat we dit eens tonen en dat we ze ook wat langer bekijken, de filmpjes. Waarschijnlijk gaan we Why Not vooral wat framen vanuit als goede praktijk zijnde, omdat zij bijvoorbeeld ook tijdens de corona, de eerste lockdown, het ook gezorgd hebben dat mensen die het moeilijker hadden om te communiceren, eigenlijk dit platform konden gebruiken om ook met picto's op andere manieren te gaan communiceren. En het is een stuk aan bod gekomen dat je kan chatten, mailen, maar ook een sociaal medium kan hanteren om via picto's te gaan communiceren. En vandaar vonden wij dit toch ook wel voor een zeer kwetsbare doelgroep, of een zeer zwakke groep, als ik dat zo mag zeggen, toch ook wel een zeer sterk voorbeeld om op die manier te zorgen dat mensen mee kunnen participeren. Maar misschien zijn daar van jullie andere aanvullingen of bemerkingen bij. Zal ik nog één ding meegeven, en wat Wynot ons ook meegaf, was een van de knelpunten. Het is een knelpunt, maar misschien ook een sterk punt, of een opdracht of een call to action. Een van de knelpunten bij Wynot is dat zij in de meeste gevallen de jongeren niet rechtstreeks bereiken. Dat eigenlijk gebeurt via ouders, via leerkrachten, via derden altijd. En dat, eigenlijk de doelgroep zelf een stuk afhankelijk is om dit te kunnen gebruiken of te mogen gebruiken en dus eigenlijk de toegang er ook naar te vinden. En dat is eigenlijk een beetje een probleem, maar het kan ook een kans zijn natuurlijk. En vandaar dat ik zeg, van, het kan ook een grote call to action zijn om te bedenken van hoe kunnen we dit soort dingen meer promoten of in dit geval, en dat is waar dat wij wat over aan het nadenken waren, van kunnen we dit niet promoten om mensen die het heel moeilijk hebben met communiceren, dit soort platformen die al heel wat in zich hebben om te communiceren, op een alternatieve manier om dit soort platformen te promoten. Dus dat was de call to action die misschien onder dat stukje van Why Not ook zat. De volgende die ik wil tonen is een praktijk vanuit Link in de Kabel. En dat heet Kinderreporters. Voilà.
Ik denk dat kinderreporters als project van Link in de Kabel, als praktijk van Link in de Kabel, een typisch voorbeeld is van op welke manier Link in de Kabel onder andere rond mediawijsheid en inclusie aan de slag gaat. Eigenlijk vanuit een hele creatieve insteek. En ze gebruiken ook bij de kinderreporters heel veel verschillende insteken. Jongeren of kinderen, want het is voor kinderen tussen 10 en 12, kunnen schrijven, kunnen foto's maken, kunnen interviews afnemen, kunnen interviews verwerken, weet ik veel allemaal. Er zitten heel veel mogelijkheden in, maar het is zo een typisch project waar dat men vanuit die creatieve vaardigheden, in het begeleiden van die creatieve vaardigheden, rond digitale vaardigheden en rond mediawijsheidsvaardigheden ook willen werken. Ik weet niet of iemand hier iets op aan te vullen had, of iets vergelijkbaars kent. Oké, dan ga ik de volgende inladen. Dat is Breakout van Connect. Iemand feedback hierop? Dit was wel zo'n een corona-gerelateerd project. Waar dat ze van de nood een stuk een deugd gemaakt hebben. En grappig vond ik, in de tips die ze andere organisaties wilden meegeven, stond naast experimenteer en leer samen met je doelgroep, stond er bijvoorbeeld ook, wacht niet tot een lockdown om digitale skills aan te leren. Ik denk dat dat een duidelijke was. Even in de chat niemand die nog iets daarover wil zeggen. Dan is de volgende, ja, de Mindfits. De volgende die ik toon is
niet af. En is gewoon een eerste versieke. Daar moet nog een voice-over en zo op. Maar ik wou het er wel al tonen, ook omdat ik wou meegeven dat de organisatie bezig is met een volgende versie. En dan kan ik daar zelfs ook even reclame voor maken. Misschien moet ik hier een beetje meer toelichting bij geven, want ik denk dat het misschien niet helemaal overkomt wat het juist is. GameWise willen eigenlijk met game-based learning een aantal zaken bewegen bij jongeren. En hier spelen ze heel hard in op het mentale welzijn, ook weer tijdens de lockdown van deze jongeren. En is men op zoek gegaan, zoals ook andere jeugdorganisaties of jongerenorganisaties, naar een soort aanbod, jeugdwerkaanbod voor jongeren. En in dit geval wat gericht op welzijn, op mentaal welzijn zelf. Wat zij gedaan hebben, is zij hebben een bestaand idee of een bestaand spel hebben zij verder uitgewerkt tijdens de lockdown en ook gedigitaliseerd. En dat wordt dus verder uitgewerkt om aan die doelstellingen te voldoen. En ze doen dat heel hard in co-creatie. Dat zag je ook in het filmpje zelf. En dat is natuurlijk een interessante, omdat ook tijdens die co-creatie er ook heel wat rond digitale vaardigheden, nadenken rond uw thematiek, uw problematiek, hoe vertaalde zoiets naar apps of naar spelvormen of naar kleine minigames, noemen ze dat dan. Hoe krijg je dat daarin? En wat ik zelf ook wel interessant vind, is natuurlijk dat in dit geval dit soort games of dit soort omgevingen ook ertoe kunnen leiden dat jongeren meer toegeleid worden tot hulpverlening. En dat kan dan face-to-face of online ook zijn. En ik denk dat die stap met dit soort dingen misschien ook wel verkleind kan worden. Zij hebben een samenwerking, ze hebben een samenwerking met een aantal eerste lijns hulpverleningsorganisaties, maar ook organisaties die met kwetsbare jongeren werken, bijzonder jeugdzorgorganisaties. En het zijn die jongeren die mee in de co-creatiesessies zitten om dit soort, of de onderdelen van dit game te ontwikkelen. Momenteel hebben zij, of werd het spel al door 1700 jongeren gespeeld en hebben er daar ook al 500 feedback op gegeven. En dus op dit moment ontwikkelen zij dat ding verder. En ik heb dat in de chat gezet. Zouden ze binnenkort een volgende editie willen lanceren? En dan moet ik van spieken. De game. Officieel normaal begin volgende week, maandag of dinsdag, gelanceerd worden. Voilà, en bij deze heb ik het een beetje in sneak preview ook al aan jullie gegeven. Wat zij aangeven als moeilijkheid. Of nog twee dingen die ik over dit wil zeggen. Wat zij aangeven als moeilijkheid is dat het moeilijk is om een evenwicht te vinden om moeilijke thema's bespreekbaar te maken of in gesprek te brengen. En dat ook ja, om daar dan ook een game rond te ontwikkelen, rond te maken. En een tweede ding dat ik nog wou meegeven is, en dat wil ik zelf ook nog eens uit persoonlijk
Er zitten ook, of het zijn, ik zei het al, het zijn eigenlijk allemaal minigames die zich afspelen in het studentenleven of het jongerenleven. En eigenlijk die minigames hebben ook de bedoeling om rond bepaalde thema's een stuk gesprek op gang te brengen. Dus er zitten heel veel thema's in en die minigames die kunnen eigenlijk conversation starters zijn rond verschillende thema's. En vandaar dat ik denk van dit soort dingen kan ook wel heel interessant zijn in begeleiding in de jeugdzorg of therapeutisch misschien, of al is het maar thuis aan de gezin, of in gezinscontext, om vanuit de game misschien een gesprek rond een bepaalde thematiek op te starten met je zoon of dochter of de persoon die je ondersteunt of begeleidt. Ik weet niet of iemand van jullie daar of hier iets op wou aanvullen. Oké, dan ga ik de laatste tonen. En dat is er ook nog eentje van Link in de kabel. En die praktijk hebben zij Media Fun gedoopt. En dat ga ik ze zelf laten vertellen. Zo, dit was de laatste en ik heb iets gebladerd, maar ik vind niks dat ik daar nog zou moeten over zeggen. Ik denk dat de klemtoon duidelijk lag van Link in de kabel is rond Mediafun in te huren om specifiek door organisaties in de jeugdzorg, bijzondere jeugdzorg, maar ook lokale buurtwerkingen, sociale buurthuizen, kinderwerking enzovoort. En dat is, voilà, ik denk dat dan een duidelijk verhaal was. Is daar vanuit jullie kant iets bij te zetten of bij aan te vullen? Oké, dan ben ik door mijn verhaal door. Ik ben vooral ook door mijn filmpjes door. Pieter, die mee aanwezig is, die gaat zelfs verder de rest van de filmpjes verwerken. Eén per één, zegt hem altijd. Dus de volgende zullen één deze er wel weer klaar zijn. Misschien nog iets over de next steps zeggen. Enerzijds, heb ik al gezegd, zal vanuit Mediawijs, zal Alenka media of een pagina extra aanmaken waar we extra informatie van al deze projecten of praktijken willen bijzetten, bijvullen, aanvullen. En zal daar een pagina rondgemaakt worden.
En dat hebben we proberen met deze filmpjes wat te doen, teasen te zijn, maar ook een soort eenheid te creëren, herkenbaarheid rond e-inclusie. En er zitten waarschijnlijk een aantal, zeker ook in diegenen die nog komen, een aantal praktijken die zich misschien niet in eerste instantie vereenzelvigd hadden met dat thema van e-inclusie, digitale inclusie. Maar dat we op deze manier toch dat een stuk proberen te realiseren om daar, om mensen ergens of praktijken daar ook ergens een vlag onder te krijgen. En wat ook in de intro deze ochtend gezegd werd, van het is een heel groot thema, een heel belangrijk thema, ook een beleidsmatig maatschappelijk relevant thema. Dus vandaar kan dat, of is dat, leek ons dat wel zeer relevant om een aantal van deze verhalen te verzamelen en daar naar het werkveld ja, reclame voor te maken of proberen te inspireren. Dus die pagina wordt in de komende vakantie aangemaakt. Dus begin volgend jaar zouden de 17 of de 18 praktijken daar Rise and Shine moeten te zien zijn. Zo, dat was mijn verhaal. Bedankt om te komen luisteren. En ja, hou e-inclusie.be in doog en dan kan je de rest ook bekijken.